hele goede, wat is het, middag, morgen? Middag nog. Ja, het is nog morgen. Het moet nog 11:30 worden, ja. Ja, het is 11:24. Oké, lieve vrienden, een hele goede morgen. Het is vandaag 1 mei en het lijkt er niet op. Het lijkt wel herfst, maar ja, het doet er niet op. Ik wens jullie allen een heel hartelijk welkom toe bij weer een gloednieuwe vlog van Corina en de Weesterbol. Ja, wij zouden vandaag met die kanje naar iemand toe voor zijn oortjes, maar het weer is te slecht. Ja, het is nu momenteel wel even droog, maar het waait hier heel erg hard. En dan loopt hij wat beschut, gelukkig maar. Maar dat is niet goed voor zijn oortjes, die storm, nee. Dus daar zien we vanaf en we kijken naar andere week. Dan zou het mooi weer worden. Laten we het hopen, want in dit kikkerlandje weet je het maar nooit. Maar ze komt wel weer even. En ik heb gisteravond, is het mij gelukt om juist die pijnlijke oor te behandelen. En dan komt Chrissy straks ook weer om toch te proberen die andere oor ook weer even te doen. Ja, nou, we zullen beleven of hij toelaat. Mij liet hij toe, omdat meneer die lag lekker op de bank en eerst even lekker kroelen met hem en aaien en marcheren. Dat vond hij maar wat fijn. En toen stiekem dat flesje gepakt en met één hand open gedaan en met mijn andere hand door blijven kroelen en zijn oortje voorzichtig open gedaan. En toen kon ik het zo doen. Ja, ouwe. Wil je naar binnen, kereltje? Kom maar. Zo. Dat, ja. Dat is dus mijn hondje die zoveel last heeft van zijn oortje. Het ziet er ook niet uit. Oh, wat erg. Maar ja, laat het niet behandelen, hè. Nee, hij wil niet. En dan kun je wel zeggen, als je hebt niks te willen, ja, maar dan kan je beter het laten behandelen door de dierenarts. Maar ik wil eerst weten wat die mevrouw ervan vindt. Hé, ja, nou schat, hij is zo lief, is zo geweldig. Ja, ja, oh, wat zijn we lief, oh, wat zijn we lief. Oh, je bent geweldig, ja. Maar oké, ze zijn verder allemaal binnen. Ook die twee zijn binnen. Nou ja, die prinses die is altijd binnen, dus. Hé, kerel. Ja nou. Ja, je bent ook lief, hè. Oei, oei, oei. Oei, oei, oei. Mevrouwtje wou naar de keuken. Mag dat? Mag ik naar de keuken? Ja, ga om me heen lopen. Nee, want ik heb een koffie staan. En ik wil ook even nog een broodje klaarmaken. Maar ja, dan moet ik wel voor in de keuken wezen. Ja, toch? Maar in ieder geval, straks komt Chrissy. Met Chrissy mag ik vloggen, dus we zien wel hoe en wat. En vanmiddag, in plaats van vanochtend, mijn huishoudelijke hulp kwam, komt ze vanmiddag 2:30. Ah, maar ook. Mijn begeleidster voor Cirilo komt ongeveer rond diezelfde tijd. Dus ja, een druk. Hé. We gaan hier niet vechten met z'n twee. Pas op. Ja, jij roeien. Maar in ieder geval, krijg dus een drukke dag. Dat, we wachten het af, van hoe dreilt er zeilt. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van elkaar. Geniet van de dingen waar jullie doen gaan. Geniet van mijn vlogs. En vertel me wat over jullie zelf of wat dan ook. Ik vertel genoeg over mezelf, ja. Dat, laat me weten hoe jullie het vinden, hoe ik het doe of wat dan ook. Ja, weet ik veel. Maar in ieder geval, hoe is het weer bij jullie? Wil ik ook wel weten. Is het daar wel mooi weer of ook slecht? Ja, vertel maar eens. Ik wil graag van alles weten. Doei, doei. Ja, goedemiddag lieve vrienden. De rode is buiten. Mijn groot zwart-wit is buiten. En je kleine zwart-witte ligt hier.
En ik zie er nog eentje leggen. Even Monumento. Moet ik even zelf gaan staan. Abadabadab. En daar ligt het. Hey. Schrok je? Ja, dat vond ik wel even leuk. Hé? Hey? Ja, en daar ligt de kleine. En er wil er één in. En dat is die groot zwart-witte. Nou, dan laten we die erin. Zo. En die rode rakken blijft lekker leggen. Hé, hey, kerel. Hi, Niemand. Hi, maatje van me. Jij bent mijn maatje, schat. Ja. Mijn therapiedokkie. Ja! Ja! Ja, dat ik ben blij met hem. Ja, hij is zo ontzettend lief. Ja, ik ben ook met de anderen blij, hoor. Zeker weten. Daar ben ik ook super blij mee. Nou, de huishoudelijke hulp die is alweer geruime tijd weg. Ik heb een plaatje gemaakt, een gifplaatje. Die zal ik straks gaan delen op Facebook. En ik ben even met een bakje koffie bezig, want ik heb wel weer een keertje dorst. En ja, het zonnetje schijnt gelukkig, maar het is nog zo koud. Ja, ik hoor iedereen buiten klagen. He, dan dat hoor je gewoon, dan staan ze hier weer eens voor het raam te kwekken en te ouwen. Zo, wat is het koud? Ja, nou ja, kleed je dan erop aan, ga niet in een t-shirtje lopen. Dat wordt dus gedaan, maar dat doe je toch niet? Nee. Maar ja, oké. Dat moeten hun voor zichzelf weten, als ze ziek willen worden, moeten ze ook niet gaan klagen. Nee. Maar ik ga lekker een bakje koffie maken. Dus ik zeg tot straks. Doei doei. Mijn hondje, wou jij ook nog eten? Oh, dat was mijn stoel. Ja, wou jij ook nog eten? Want het is later dan normaal voor jou. Ja. Klokje slaat 7. En hoe laat is het echt? 7:01. Ja. Dus die ligt er ook lekker bij, hè, wijfie. Ja. En daar ligt er nog eentje op de kachel, als jullie die zien, tegen het zonnetje in. Oh, dat lukt wel. Zo. Ja, dat lieve vrienden, het is dus 7:00 in de avond. Het is nou prachtig mooi weer. Geen wolkje aan de lucht. Het is schitterend, echt prachtig. Ja, hadden we eerder moeten hebben, maar het waait nog wel als raket, zo te zien. Want ik zie daar boven op het dak een ijzeren staaf aan met een molentje. Dat gaat me daar te keer. Wow. Maar ja, er was die wappert ook best. Dus ja, ik ga nog niet naar buiten. Dan verkramp ik. En dat willen we niet hebben. Nee. Maar ik ga Woefie even eten geven. Daarna ga ik zelf even eten maken. Ik weet nog steeds niet wat. Maar ik heb wel 2 hele rare worstjes. Het lijkt wel een worstje voor, weet ik veel. Het is zo'n rood worstje. Rode worst. Wat je tussen je brood doet met zuurkool, een hotdog, hè? Nou weet ik het weer. Nou, 2 van die worstjes heb ik gepakt. En ja, ik ga dat eventjes bakken in de koekenpan. En ik denk dat ik een broodje neem. En ik heb nog een eitje. Als dat tekort komt, dan neem ik nog lekker een eitje. Want dat zijn maar dunne, hele dunne worstjes. Neem ik ook nog een lekker gebakken eitje erbij. En ja, er staan daar verderop mensen die zien dat ik een camera in mijn handen heb. Dus die denken ook al bij hunzelf, van die zijn rek. Maar ja, ze staan nou weer wat anders te wijzen en te doen. Dus ze moeten het maar bekijken. Hé? Ja nou, lieverd. Ja, schat. Hé? Moet je even koekeloeren. Moet je even koekeloeren, wijfie. Hé? Ja, oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van jullie avond in ieder geval. En ik ga eten. En ik kom straks nog wel een keer retour. Ik zou zeggen, tot straks.
En goedenavond, lieve vrienden. Ja, daar zijn we weer even. En ik zeg gewoon bij deze een hele fijne avond verder gewenst. En voor straks welterusten en lekker slapen, gezond weer op. En ja, geniet van de vakantie, want ik heb gehoord dat het mijn vakantie is, althans voor de kids. Dus ja, dan heb je toch wel weer even fijn, even de kinderen lekker om je heen. Ja, kun je weer eventjes zelf genieten van je kinderen, want anders moeten ze naar school en dan heb je niks te genieten. Nou wel, kun je zelf wat met ze doen. Is ook leuk en gezellig. Ja, en ik zeg, wij gaan er ook van tussen. En mijn hondje die ligt daar. Ja nou, moeten we weer kwispelen. Oh, moeten we weer kwispelen. Jij? Ja. Ja, ja, ja. Kom maar. En dan komt ons prinsesje er nog voor. Oh, wat zijn we lief. Hé, mijn hand ervoor. Ja, natuurlijk. Zo, nou er weer weg. Nou, dan gaan we dan. Nou, kan ik weer draaien. Oh, wat een toestand. Zo. Nou, in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.